Dit is een zwarte dag. Ik zie er niet uit. We maken ons vaak zo druk om wat anderen van ons vinden en laten daardoor bepalen wat wij van onszelf vinden. Maar wat nou als je daar een week lang helemaal niks om geeft en gewoon in je pyjama gaat lopen? Wat vinden mensen dan van je en maakt dat echt zoveel uit? Er is maar één manier om daarachter te komen. Het is iets wijder en het heeft iets meer beertjes dan wat ik normaal zou dragen. Maar I feel good about this. Ik vraag me af of mensen iets zullen zeggen ervan. Want als ze niks zullen zeggen, waarom zou ik me dan druk maken over wat er in hun hoofd omgaat? Want daar kan ik alleen maar naar raden en dat kan ik alleen maar invullen. Oké, we hebben het eerste ritje overleefd. Ik had het idee dat mensen of me niet aan durfden te kijken, of gewoon helemaal niks erom gaven. Oké, ik ben nu binnen bij de EO. Ik ben heel benieuwd wat ze er op de redactie van gaan vinden. Good morning. Oh, daar is ze in de pyjama. Goedemorgen. Oké, ik ben nu bij de trein en er begon net iemand keihard te lachen. En ik denk dat ik wist dat dat eraan zat te komen. Maar het was toch wel raar. Ik moet zeggen dat ik het nu iets minder erg vind om in mijn pyjama te gaan dan gisteren. Ik ben er wel veel mee bezig doordat ik er zoveel blikken en commentaar op krijg. Terwijl ik dus eigenlijk helemaal niks geef om hoe ik eruit zie. Maar ben ik er wel heel erg mee bezig daardoor. Ik kan er gewoon niet omheen. En dat is iets wat ik van tevoren helemaal niet had verwacht. Dat is best wel raar. Nu ik in mijn pyjama in de trein heb gezeten en daar stage ben geweest en van alles heb gedaan, helpt het wel om het in perspectief te zetten dat die dingen waar ik me normaal zo druk om maak, niemand opvallen eigenlijk. Je vergroot zelf je fouten zo erg uit. En je denkt dat iedereen het raar vindt of dat iedereen het opvalt dat je geen make-up op hebt. Terwijl niemand er eigenlijk wat om geeft. Wow, Lola, outfit change! Ik heb er nu eigenlijk helemaal geen problemen mee om in een onesie te lopen. Ik heb nu zoiets van, ja, hallo, ik heb in een pyjama gelopen. Wie kan mij nog wat nu? Best lekker. Ik merkte dat bij de EO mensen er nu al begonnen te wennen aan mijn pyjama. Weet je, blijkbaar wennen mensen daar wel aan. Dus als je gewoon dat maar volhoudt en lang genoeg jezelf bent, dan zullen mensen daar niet meer zo raar van opkijken, denk ik. Nou, vandaag is een grote dag, want ik heb een outfit aan die ik zelf spuug en spuug lelijk vind. En ik merk al dat als mensen kijken dat ik gelijk veel zelfbewuster ben en dat ik vaker merk dat mensen kijken en het erger vind als mensen kijken. Ik voel me gewoon niet goed in deze outfit en ik denk dat dat betekent dat als je normaal dus blauw haar of tunnels in je oren of een hoofddoek hebt, dat je daar goed bij moet voelen en dat het dan helemaal niet uitmaakt of mensen kijken of niet. Jullie zien er ook vet raar uit. Vind je dat gênant om zo eruit te zien in het openbaar? Maar zou je in je eentje in deze outfit over straat gaan? Nee. Ik sta te doen, maar ik zou me wel echt heel gênant voelen, weet je wel. Als mensen dat twee kijken. Ja. Toen ik eerst jou zag, dacht ik van, waarom heeft die chick de botjes aan? Zo, ik ben blij dat het voorbij is. Mensen vonden van alles van me. En dat is niet zo raar, want ik zag er vrij gek uit. Ik ben blij dat ik weer normale kleren mag dragen. Alhoewel, wat is normaal? Als je geen spijkerbroek en t-shirt draagt, ben je al gauw anders dan anderen en zullen mensen iets van je vinden. De echte vraag is, laat je dat jou tegenhouden om te zijn wie je bent en om te dragen wat je wil? En als dat toevallig een pyjama is, be my guest. Het is heerlijk. Maar als je een ander zou moeten horen, is het raar of is het niet raar? Ik denk dat het grote gedeelte zeggen, het is raar. Ja. Toch? Ja. Het is raar. Okay, ik vond het best wel cool. Beam.